Iets anders. Dit weekend wordt ook de watersnoodramp van 1953 herdacht. En niet helemaal toevallig komt publicist Rutger Bregman met dit pamfletje. Het water komt in een miljoenenoplage, gratis verspreid door de Nationale Postcode Loterij. Bij De Wereld Draait Door legt Bregman uit wat hij in het boekje heeft opgeschreven. Het voortbestaan van Nederland staat op het spel. Er is een kans dat als we niks doen, onze kinderen afscheid moeten nemen van steden als Den Haag of Amsterdam. Is Amsterdam in 2050 al een beetje onder water? Loopt wel met kaplaarzen? Nou, Amsterdam is niet het allerergste. Ik ben zelf opgegroeid in Zoetermeer. Nou, de naam zegt het al een beetje. Dat is 4-5 meter onder de zeespiegel. Mm. Dat is Toeledokie. Nou ja, grote delen van Nederland. Ja, de Randstad is een badkuip. Mensen vergeten dat. Maar het is een badkuip die ieder jaar iets verder wegzakt. Mm. Terwijl het water stijgt. Dat betekent dat het water iets schuin tegen die ijskappen aanstaat. Als die ijskappen gaan smelten, en dan krijg je dus dit effect. Snap je? Dus dan gaat aan de andere kant van de wereld gaat het water omhoog. Een wipwap-effect. We moeten eigenlijk een gigantische verbouwing van Nederland op gang brengen. Voordat ik naar de wetenschapper ga, eerst even naar de ook verantwoordelijke minister, want klimaat. Heeft u dit ook met angst en beven aangehoord en gelezen wellicht? Nee. Want? Wij vinden dat wij klimaatbeleid moeten voeren. Maar wij gaan er wel voor zorgen dat Nederland niet onder water komt te staan. Ook niet als het volgens Rutger Bregman meters hoger komt? Of denkt u van ach, zo'n vaart zal het niet laat lopen? Laat ik vooralsnog zeggen dat de voorspellingen van meneer Bregman niet leidend zijn voor het kabinet, maar het internationale klimaatpanel. Mm-hmm. Maar wij zijn voorbereid op allerlei dingen. Als het aan het eind van deze eeuw een meter hoger komt, ook daar wordt gewoon keurig mee gerekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. En Nederland komt niet onder water te staan. En wat vindt u dan van dit tromgeroffel aangekondigd? Het water komt, bereid je voor. Nou, iedereen mag zijn punten naar voren brengen met de retoriek die hij wil. Ik denk dat het een beetje een hyperbool is. Maar mensen vragen aandacht voor iets. Kijk, we hebben ook generaties lang gehad die gingen niet de straat op. Nu zijn mensen die gaan de straat op, die spreken zich uit. Het is weer een beetje zoals de jaren 60. Maar dat heeft veel positieve kanten. We horen mensen weer. Nou, en deze meneer doet het op die manier.